een beetje druk. Kom op, man. We hebben geen tijd voor die zielige asielchicks. Wij zeggen nee tegen AZC. Die mensen moeten daar weg! Nee. Tegen wat zeggen wij nee? AZC! Je weet niet waar ze vandaan komen, wat voor cultuur ze hebben. Hoe heet je eigenlijk? Juliette. Julia. Ik zou zeggen, jongen, aan het werk. Ga dat versieren. Hallo mevrouw, ik verkoop kerstkransjes voor het goede doel. Wilt u een zakje? Het zou fijn zijn als tijdens de kerstmarkt het dorp er een beetje netjes uitziet. Dus geen kinderachtige leuzen op muren. Zo. Hoi! Het is net als die kunstenaar die overal stiekem tekeningetjes achterlaat. Banksy. Banksy. Als konijnen regelmatig geaaid worden, leven ze 60% langer. Is dat bij mensen ook zo? En ik denk dat het goed is dat jij even niet met Grace omgaat. Omdat ze meisjes leuk vindt. Juliette is niet zoals de andere meisjes. Ik kan niet zomaar met iedereen omgaan. Zeker niet met jongens. Dat was de jongen van gisteren, toch? Jij gaat nergens meer naartoe. En jij hebt nooit meer contact met deze jongen. Wat zou je zeggen? Ze moest niet maar, hè? Dat zijn andere mensen, Remy! Dat past niet! Iedereen in het dorp is alleen maar uit op ruzie. Behalve wij. Stap maar in. Ik hoop dat hij even kerst houdt. Ik in ieder geval wel. Juliette is weg. En Remy ook. Wie? Pap, hier ben ik! Voor jou is dit allemaal één groot avontuur. Maar voor mij is vluchten een nare herinnering.